Hoi, hier Koen van Gitaris van Koen.nl. Peter vraagt zich af hoe vaak je je gitaarsnaren moet vervangen. Dit hangt van een aantal factoren af en ik zal je wat noemen. Allereerst, de regelmaat van jouw gitaarspelen. Stel je hebt een mooie gitaar aan de muur hangen, maar je speelt hem één keer in de week op. Dan zullen de snaren minder snel slijten dan als je er dagelijks een aantal uur op speelt. Ten tweede, de kwaliteit van de snaren. Er zijn goedkope snaren en wat dure snaren. Elixir is bijvoorbeeld een merk wat ik altijd gebruik en adviseer. Die is wat duurder en daardoor gaan de snaren wat langer mee. En ten derde, je eigen kritische geluid. Als je op een gegeven moment al even gitaar speelt, dan kun je echt wel het verschil horen tussen nieuwe snaren en wat oudere snaren. Ik adviseer over het algemeen om per kwartaal je gitaarsnaren te vervangen. Hoe je dat doet, zie je in een andere video. Het is sowieso heel goed voor je gehoor om af en toe je gitaarsnaren te vervangen. En het is ook goed om voor je eigen techniek, dat je weet hoe je moet stemmen, hoe je de snaren moet vervangen. Dus je bent gewoon lekker bezig en het zal je over het algemeen gewoon weer een kritischere en een betere gitarist maken. Ik hoop dat dit een goed antwoord is op jouw vraag. En voor nu zou ik zeggen, kijk ook eens op www.gitarisvankoen.nl voor overige tips. En tot snel. Hoi!